Ik ben Henk Sasprink. Ik heb altijd geweven, ik heb altijd in de textielindustrie gewerkt hier in Almelo. Mijn hobby is dan de oude weeftechniek. En dit getouw, een linnen getouw, is van 1821. En heel veel mensen zijn dus hier op zulke getouwen gaan weven. En dit is nog een heel origineel getouw. En maakt het dan nog speciaal dat u daar nu nog op kan werken? Ja, juist daarom geeft toch iets voldoening om op zo'n getouw te weven dan op een modernere, waar je misschien veel mooiere dingen kunt maken. Hoe lastig is dat nou? Want ik zag u net bezig en volgens mij kun je er best wel wat fout aan doen. Ja, zeker. Het lijkt zo eenvoudig om de smietspoel, want het is niet de skietspoel, maar de voorloper van de skietspoel. De smietspoel, je moet hem toch wel heel goed gooien. Je moet hem pappen en nat houden. Dus als garen heel droog is, dan breekt het dus. Dan moet je er heel goed gooien, want anders gooi je de draad een stuk. Normaal dan kun je toch zo 6 meter per dag zou je kunnen weven en weven doen. Per dag? Per dag. En dat is een fijnere doek. Het is echt de linnendoeken voor de linnenkast. En is dat nou nog iets waarvan u hoopt dat de jeugd dit dan ook nog een keer gaat omarmen? Ja, in principe hoop ik dus dat er meer mensen interesse krijgen in dit oude vak waar Twente groot mee is geworden. Het is de voorloper van onze hele textielindustrie. Als niet zoveel boerenjongens aan het weven waren geweest, was hier nog geen textielindustrie ontstaan. En het is toch, heeft Twente gevormd.